Uit het dossier, met name uit de verklaringen van een aantal andere als verdachte gehoorde personen, komt het beeld naar voren van een netwerk van radicale jonge moslims, waartoe ook verdachte behoort, en waarin hij wellicht een leidende of onderwijzende rol speelt. Het land van 1 miljoen mensen zonder baan. Het land waar ze je niet aannemen vanwege je naam. Land van vooroordelen. Land waar ze je dwingen tot het maken van problemen. Land van zoveel wetten. Land waar ze constant met camera's op je letten. Het land wat alleen bij voordeel jouw ass komt redden. Land van illegale mediaverhalen. Politici die geld uit je zak probeert te halen. Land dat loopt de flesje. Land met open grenzen. Vol is vol, zeker voor de armoedige mensen. Land van commercie. Land waar mensen leven in een andere dimensie. Land van morgen is een zorgen. Land van mooie dromen is bedorven. Kijk goed om je heen, want dit zijn de fucking gevolgen. Mensen zijn gelijkwaardig, maar culturen zijn dat niet. Oh ja, en die sluier van vrouwen, wat betekent dat eigenlijk, zo'n sluier van vrouwen? Een geloof dat vrouwen onderdrukt, waar alleen kerels in een moskee zitten, dat klopt niet, klaar. Het land van de hoogste percentage moslimhaters. Land dat is opgebouwd door onze vaders. Land wat ons ziet als een gevaar en terreur. Land met mooie dromen, stel me teleur. Land van kapitalisme, onderuitse racisme. Materialisme, het land dat loopt een bitje. Land van terrorisme, land van extremisten. Land waar je je mening niet zomaar vrij kan spitten. Land van welvaart, land van bakkelende. Land van democratie die niet overal gelden. Land van tolerantie, zinloos geweld. Zinvol alleen wanneer dit komt tot grof geld. Land van voedselbanken, vluchtelingenkampen. Land dat niks te zoeken heeft in onze eigen landen. Land van vrijheid is een masker op het gezicht. Land van rechten, maar wat zij beslissen is verplicht. Eén land, één volk, één natie. Ja, het moslimgeloof is de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Laten we dat nu eens zien. Alle mensen in Nederland mogen binnen de grenzen van de wet zeggen en schrijven wat ze willen. Het land van drugs, verslaafde, hedendaagse nomaden. Land dat is ontstaan op de rug van de slaven. Land wat verdeeld is in wijken. Vind je het gek als ze in Frankrijk rellen treiteren? Wij noemen dat strijden. Net zoals jullie doen al die tijden. Land van kolonisatie en nu van bevrijden. Tja, zo kun je het vergelijken. Land wat problemen zoekt maar toch wilt vermijden. Land van schijnheilen. Land waar het draait om de fucking olieprijzen. Land van satellieten. Land waar het journaal niets dan leugens heeft te bieden. Land van hypocrieten. Land van parasieten. Het land wat houdt van winnen maar opgeeft bij verliezen. Het land wat de leeuw niet in zijn hemd laat staan. Nee, het land waar de vrouw wordt verkocht achter het raam. Het land waar ik geboren ben, maar waar kom ik vandaan? Het land wordt mij bestempeld als de kut Marokkaan. De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik meen. Maar dat is de prijs. Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Wat je vooral moet doen is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen wat je vindt. Thank you very much. Thank you all. I would first like to start by expressing my admiration and compassion for Mr. Salahuddin.